Dat was het voor vanavond. Dinsdagavond, dames en heren, is de Tros Televisie er weer. Met voor achten kleine dieren op avontuur en een aflevering van Matthew Star. Na het nieuws van 8 uur presenteert Yvonnie de tv-show. Daarna rond 9:30 Falcon Crest, gevolgd door Tros Actua TV. Harten 2, een nieuwe Tros-serie met Robert Wagner en Stephanie Powers als echtpaar dat steeds met misdaad in aanraking komt, begint om 11:15. En tenslotte dinsdagavond Trossport Extra met tennis. Wat vanavond betreft, bedankt voor het kijken. Alvast welterusten en graag tot dinsdag. In synchroniciteit gelooft als iets wat zinvol kan gebeuren, waar wetmatigheden aan te grond zullen liggen, dan noem je dat toeval. Dat voelen wij allemaal in ons leven. Wij ervaren ook dingen waarvan we zeggen, hé, dat is toevallig. Dat kent iedereen. En dat verandert ook niet als je met de I Ching werkt. Je bent nog even verbaasd na 15 jaar dat je een antwoord krijgt waar je iets mee kunt doen. Alleen je beoordeelt het anders. Maar je gaat er anders mee te werk. Laat ik een voorbeeld noemen hoe het hem zit in de manier waarop je ermee werkt. Dat heeft betrekking op de westerse geschiedenis. Venetië was een stadstaat waar ze 11 eeuwen lang stabiel bestuur kenden. En dat stabiele bestuur dat handhaafden ze door gebruik te maken van het toeval. Wat ze namelijk niet wilden was een tiran zoals in de omliggende staten. En daardoor lieten ze ieder jaar opnieuw door het lot, door gebruik te maken van kruikjes met balletjes in verschillende kleuren die dan op een volkomen toevallige manier moesten worden getrokken, een man aanwijzen die dat jaar de bestuurder van de stad zou zijn. En ze lieten dus als het ware niets aan het toeval over om te voorkomen dat ze een tiran kregen en daarvoor gebruikten ze het toeval. Dat lijkt een beetje op de manier waarop ik ben gaan denken onder invloed van dan ook dat synchronistische denken wat bij de I Ching evenzeer tot de wereld der verschijnselen behoort, waardoor ik het idee heb, ja, het toeval komt wel op je af als iets waar je niet op rekent, maar je moet er toch iets mee doen. En in sommige situaties ben je bijvoorbeeld accident prone. Dan weet je dat je gevoeliger bent voor toevalligheden. Dat kan je aan je conditie toeschrijven, maar die ene auto die voor de jouwe rijdt, snijdend en wel, die heb je niet opgeroepen door je slecht te voelen. Toch kan je ervoor gewaarschuwd zijn. Dat op een of andere manier schijnen verschijnselen in mijn ervaring dan in de tijd samen te vallen. En daar moet ik iets zinvols mee doen. En meer kan ik er ook niet van zeggen. Ja. Ik blijf ook verbaasd van het toeval. Dus het toevalsaspect dat blijft wel overeind. Alleen het wordt niet als toeval ervaren. Nee, je gaat er iets mee doen alsof je het... En dan is nog, wat is toeval? Ik bedoel, het woord zegt het zelf al niet. Het valt je toe. Ja, ik heb zo'n aardig voorbeeld over toeval van de week. Ik had een avond, we kwamen bij elkaar even om over dit programma te praten. En ik had gegooid voor de avond. Ik gooide voordat ik weg, zonder vraag, maar ik gooide de muntjes. En ik gooide 42, de vermeerdering, met bewegende lijnen, veranderend in 25, de onschuld. En die avond was heel leuk. Wat was je concrete vraag? Ik gooide mijn muntjes voor de avond, hoe de avond zou verlopen. Ja. Ik gooi ze en ik lees het, vergeet het dan weer en ga, ik bedoel, het leven gaat door, niet? Dat is het.
Ik was bij hun en het was een hele leuke avond en vermeerdering, vanzelfsprekend, dat was het. Daar dacht ik toen niet aan hoor, maar we gingen nog even de stad in. En we kwamen in een café terecht. En ik zat te praten met vrienden, met hun en met nog een paar mensen. En toen werd mijn blik getrokken door een paar schoenen aan de andere kant van het café, die een heel vreemde kleur hadden. Maar ik werd gefixeerd door een paar schoenen. Hè, waarom word je gefixeerd door een paar schoenen? Even later was ik mijn sleutels kwijt. En kon ik niet vinden. Toen dacht ik even aan de I Ching, de onschuld, het onveranderlijke. Of het onverwachte. Ja. En dat is dan de lijn die daar staat, de vierde lijn is dan veranderd. Daar staat, een mens kan niet verliezen wat hem werkelijk toe behoort, zelfs al zou hij het wegwerpen. Daarover hoeft men zich volstrekt niet bezorgd te maken. Die zin herinner ik me. Ik was ze kwijt en ik zat te praten, gewoon door te praten. En ineens werd mijn blik weer getrokken naar die plek van die schoenen. Die figuur met die schoenen zat daar niet meer, maar er zat iemand die iets glinsterends aan zijn schoenen had, wat mij zeer verbaasde. Ik stapte van mijn kruk af en ging kijken en zijn sleutels, mijn sleutels, zaten in de strik van zijn schoen. Dat had iemand gedaan. Ja. Maar ja, is dat toeval of is dat geen toeval? Het is in ieder geval een heel frappant voorbeeld. Het is een frappant voorbeeld, vond ik zelf.